Ik was zo onder de indruk van dat ene varkentje op de boerderij. Vanessa heette ze. En het blijkt als je 6 jaar oud bent dat je dan een verband kan leggen tussen een dier en hetgeen dat op je bord ligt. En toen dacht ik maar, iets waarvan je houdt, eet je niet op. En toen ben ik vegetarisch geworden. En dat is eigenlijk wel het begin van mijn interesse in voeding. En niet alleen voeding, maar ook hoe mensen omgaan met eten. De eerste reactie die mensen die mij beter kennen geven als ik zeg ik werk bij Nestlé, dan zeggen ze: "Hè? Jij? Bij Nestlé?" Maar voor mij is dat eigenlijk heel erg logisch, want Nestlé is een van de grootste voedingsmiddelenconcerns ter wereld. En ik geloof zelf dat daardoor er heel veel kennis is en schaal. En die combinatie maakt voor mij impact mogelijk. Wat voor rol hebben wij nou als Nestlé Chocolade? Ja, we hebben hele mooie en vooral lekkere producten. Maar ja, we hebben een andere verantwoordelijkheid daarnaast ook. En toen ben ik me daar eens in gaan verdiepen van ja, hoe zien wij dat dan? Wat is onze rol van betekenis? Toen ik daar was, zag ik ook dat dat niet van vandaag op morgen gaat, dat dat tijd nodig heeft. En dat het programma dat we hebben echt een heel belangrijk fundament is, maar dat dat niet in een dag daar is. Dat begint echt met de basis. Dat begint met betere landbouwmethoden aanleren. Hoe doe je zaken? Hoe ga je om met je kinderen in het gezin, op de plantages? Wij zeggen al heel erg snel van hé, dat is kinderarbeid. Maar als de boer ook bij zijn eigen ouders op het veld heeft gewerkt, ja. Waarom zou zijn eigen kind dat dan wel of niet mogen? En dat is een heel awareness-proces. Van wat is dan, wat kan niet en wat kan wel? Als je vanuit een consument bekijkt en je zou elke consument vragen van wil je dat er kinderarbeid voorkomt in de chocoladereep of niet, zou iedereen zeggen nee. Maar wat betekent dat voor ons als bedrijf? Moeten wij op het moment dat we kinderarbeid detecteren direct stoppen met afnemen van dat gezin? Ik zou als eerste reactie zeggen ja. Maar wat betekent dat voor dat gezin? Dan is het probleem niet opgelost. Dus volgens mij moeten we kijken van hey, hoe kunnen we die oorzaak aanpakken en zorgen dat dat niet meer voorkomt, dan te zeggen we stoppen met afnemen van deze boer. Maar dat is een heel moeilijk verhaal om uit te leggen naar de consument. Dat heeft Tonies ook gezien, daar hebben we het met hun over gehad en zij zijn dat ook gaan uitrollen. En nu wordt het ook steeds meer een standaard in de industrie. Dus het wordt ook bijvoorbeeld onderdeel van OET-certificering. En dat is denk ik een heel mooi voorbeeld hoe één bedrijf voorloopt op iets anders, waar andere bedrijven van leren. En gezamenlijk maken we dan de cacaoketen beter. Ik kom bij chocolade vandaan. Dus nou ja, daarin heb ik best wel mijn weg gevonden om ook daadwerkelijk hele mooie dingen te kunnen doen. Maar er zijn bij Nestlé als grootste voedingsmiddelenconcern ter wereld nog zoveel uitdagingen die per productgroep weer anders zijn. En de komende tijd wil ik me veel meer gaan richten op water. Ik kom mijn bed niet uit alleen voor omzet, winst en marktaandeel. Ik wil echt een grotere bijdrage leveren. En dat kan ik gelukkig doen in het werk wat ik doe. En ik denk overigens dat iedereen dat kan, maar het vereist wel een andere kijk op bepaalde dingen. Je moet ook soms een ander perspectief durven in te brengen. Want sommige beslissingen die wij maken, hebben een negatieve impact op profit en loss. Ja, en dat moet je durven. En dat moet je ook met z'n allen achterstaan, dat dat het juiste is.